Nou, we zijn hier bij ons nieuwe showroom, Sipo Benelux. Vandaag hebben we een lounge gedaan. Daar hebben we een paar grote namen uitgenodigd. Bart Arnouds en Martijn Dekker, pro's. Niet zomaar pro's, maar deze man. Tommet Joosendijk is er ook. Agegrouper. Tom is nu nog een agegrouper, maar dat zal niet lang meer duren. Dus ik ben blij dat ik hem nu heb, want die jongen is straks natuurlijk over anderhalf jaar onbetaalbaar. Dan krijgen we hem hier niet meer zomaar. Dus pak mijn kans nu. Hè? Ga je Sipo rijden, Tom? Ik hoop uiteindelijk wel misschien Sipo te gaan. En welke zou je willen hebben dan? Dan denk ik de Shadow R. Shadow R, dat is die? De Shadow. Oh, wel. Dat is de Shadow. Shadow? Ja, ja. Nou goed, ik zet hem op je verlanglijst. Vond je het een goede dag vandaag? Ik vond het een leuke dag. Leuk om ook met Bart te hebben gesproken. En vooral om te kijken te krijgen hoe profs dan omgaan met zijn trainingen. En ook goed om te horen dat hij niet te veel traint. Hij zat er rond een uurtje of 20, 25. Ik denk dat ik dat iets minder, maar ook hoe ik daar rond zit. En ik had eigenlijk verwacht dat ik, mocht ik met lopen grote stappen willen maken, want hij is natuurlijk echt een loopkampioen. Dat ik daar veel meer zou moeten doen, maar dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet. Het gaat dus meer om de effectiviteit dan intensiteit of dan de omvang. Ja. En dat was wel leerzaam, leuk. En ga je nu dingen anders doen nu je hem hebt gesproken? Heb je tips van hem waarvan je denkt, oeh, dat ga ik toch anders doen? Nee, niet per se. Ik denk gewoon meer dat ik bevestiging heb van bepaalde dingen dat ik weet, zoals bijvoorbeeld de trainingsomvang en intensiteiten en bijvoorbeeld ook voeding. Dat je daar helemaal niet heel gek hoeft te doen, wil jij uiteindelijk bij de betere eventueel horen. Wat wordt uiteindelijk voor jou? Op korte termijn zou het sowieso niet realistisch zijn, maar ik hoop uiteindelijk nu over een jaar te starten als beginnend prof. En wellicht over een paar jaar wel met de top mee te kunnen doen. Maar goed, weet je, dat moeten resultaten uit blijken. Nu is het gewoon hard werken en kijken of het überhaupt mogelijk is om de stap te maken naar prof. Ik denk dat het wel gaat lukken. Lars, bedankt voor vandaag. Dat was een leuke dag. Bedankt dat je was. Gezellig.